De laatste gesprekspartner alweer van Peter Blanger en mij, directeur van Rotterdam Topsport, is Sven de Lange, onze sportwethouder. Maar terwijl ik dat zeg, meneer de Lange, bedenk ik me, u gaat ook over zorg. Heeft dat automatisch prioriteit in deze verwarrende periode? Ja, vanzelfsprekend. De gezondheidszorg staat echt op nummer 1. Er wordt heel veel gedaan in onze stad. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de verpleeghuizen, waar het soms heel erg moeilijk is. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de daklozen in onze stad. Die hebben echt onze eerste prioriteit. Wat kunt u voor ze doen in uw rol waarin u veel verantwoordelijkheid heeft? Vooral faciliteren en zorgen dat de aanbieders die ook voor deze specifieke Rotterdammers zorgen, in staat zijn om heel snel te handelen en te doen wat nodig is. Dat is soms heel snel besluiten nemen, zorgen dat het geld er is, zorgen dat er locaties zijn. Maar ik denk eigenlijk dat we trots kunnen zijn op hoe onze stad binnen enkele weken dat allemaal geregeld heeft. Peter, nu is sport, zeker als je dit verhaal van de wethouder weer hoort, meer dan ooit een bijzaak. Mm-hmm. En terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, het is ook een middel om in een moeilijke fase van elk mensenleven er weer uit te komen. Dat is een soort van dubbel wel, of niet? Ja, zeker. Kijk, nou ja, sport wordt natuurlijk vaak als middel gezien om mensen heel veel plezier te laten beleven. Zowel zelf aan de sport doen en sportparticipatie blijkt een hele goede invloed te hebben op, mm-hmm. op je leven. Op alle stofjes die vrijkomen in het lichaam. Maar ook om naar sportevenementen toe te gaan is natuurlijk voor heel veel mensen belangrijk. Nou ja, we weten allemaal wat hier achter ons gebeurt, normaal gesproken bij iedere thuiswedstrijd van Feyenoord. Daarbij is Nederland uniek in het hele sportverenigingsleven. Dus heel veel mensen, ook met alle sportverenigingen, hebben ze nauw contact. Wat echt een heel groot onderdeel uitmaakt van hun leven. Dat is nu op dit moment allemaal even weggevallen. Dus het is een bijzondere tijd. Nou bent u beste wethouder, zeg ik maar. Met heel veel respect, maakt nog net geen buiging, ook een groot triatleet. Is dat in uw persoonlijke leven ook weggevallen of is er juist meer tijd voor? Nou, er is niet per se meer tijd voor. Maar het voordeel van triatlon is natuurlijk dat je je kansen spreidt qua sporten die je nog kan doen. Dus ja. Het zwemmen binnen is helaas weggevallen. Fietsen doe ik buiten en thuis gewoon op Zwift. Op de home trainer, om het even zo te zeggen, via internet. En hardlopen kan natuurlijk alleen, of soms doe ik het met mijn vrouw. Dus dat gaat gelukkig door. Dan kan ik ook mijn woede, mijn boosheid, maar ook mijn momenten om een beetje creatief te worden, die komen dan op dat soort momenten naar boven. Maar hoor ik u tussen de regels ook zeggen dat u nog niet in het open water bent geweest? Dat kan weer volgens mij, hoor. Noemt u mij nu een mietje? Nee, dat zou ik niet. Nee, maar ik sta tegenover die prachtige Maas hier in Rotterdam-Zuid. Prachtig. In alle eerlijkheid, ik ben nog niet geweest, maar ik ga zo snel mogelijk dus even uit de plas in. Laten we toch over de inhoudelijke gevolgen voor topsport praten. Ook voor breedte sport trouwens. Kunt u daar eens in de algemeenheid iets over zeggen? Overal in de hele breedte daar vallen natuurlijk klappen. Mm-hmm. In de breedte sport natuurlijk ook. Iedereen weet dat de inkomsten uit kantines, die zijn natuurlijk essentieel voor die verenigingen. Ja, die zijn er niet. De huren van de velden, ja, dat zijn kosten die gemaakt moeten worden. Dus de rekeningen van de gemeente, ja, die stromen rustig aan leeg. En daarmee neemt ook de onrust bij die verenigingen toe. En dat snap ik heel erg goed. Peter zegt net terecht, ja, dat verenigingsleven, dat betekent ook wel heel veel voor de stad. Dus ik vind het ook wel mijn verantwoordelijkheid om daar samen met alle partijen een goede oplossing voor te vinden. Hoe diep deze crisis ook is, dat verenigingsleven kan natuurlijk nooit en ten nimmer ten onder gaan. En vandaag hebben we ook een afspraak met FC, we gaan weer beginnen, zo hebben we het genoemd. Okay. Met de directeuren van Topsport, Sport Support en ook het sportbedrijf. Met 7 andere verenigingsvoorzitters. Om eigenlijk heel het proces rondom het in stand houden van de sport, maar ook het aanpassen aan de maatregelen om dat gezamenlijk te doen. Bent u daar positief over? Gaan die clubs het allemaal redden trouwens? Niet allemaal. Nee, daar moet ik ook eerlijk in zijn. We hebben heel veel vitale verenigingen. En die moeten we, koste wat het kost, ook echt overeind houden. Maar er waren ook verenigingen die al voor de crisis gewoon kantje boord waren. En net zo goed als in de economie of in andere terreinen van de samenleving. Je kan niet alles redden. En er zijn ook verenigingen die eigenlijk al voor de crisis hoge schulden hadden en op het puntje van omvallen vielen. En ja, de crisis heeft eigenlijk het omvallen van die verenigingen, denk ik, alleen maar tot een versnelling gebracht. Maar nogmaals, ja, de vitale verenigingen, die moeten we echt overeind houden. Dan over evenementen. Daar is Rotterdam Topsport ook nauw bij betrokken. De marathon is al heel vroeg
naar oktober verplaatst, naar 25 oktober. Kunt u zich trouwens voorstellen dat we überhaupt nog grote evenementen hebben in het najaar? Moeilijk. Kijk, mijn sporthart die hunkert natuurlijk naar allerlei sportevenementen. We hebben de lente is natuurlijk een periode van inderdaad de Rotterdamse Marathon, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaardingen. Ronde van Vlaardingen wil ik zeggen. Die is ook prachtig, maar Vlaanderen is nog net iets mooier. Iets groter nog. Ja. Ja, dat mis je nu natuurlijk echt. Ik heb daar wel wat twijfels bij, in alle eerlijkheid. Want dat soort grote evenementen met veel personen, het is maar de vraag of dat in de loop van het jaar ook echt nog mogelijk wordt. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ja, als sportman, ik hoop dat zeer. Ja, dus zo. Laatste vraag, hè. Nou is dit een crisis. Nu heeft Jolande Jans, de directeur van Ahoy, wel eens tegen mij gezegd: ik vind het ook een interessante tijd waarin we als mensheid veel leren. Zit u er ook zo in of overheerst gewoon het feit dat u dag in dag uit bezig bent die sport overeind te houden in die stad? Nee, dat is misschien ook wat Peter net zei. Kijk, je kan van sport heel erg leren en ik ben een sportman. En ja, was het maar waar dat ook mijn sportleven over rozen is gegaan. En die tegenslagen, die maken je juist sterk. En elke dag begin je weer op het moment waar je bent. En we hebben nu een grote tegenslag gehad. We moeten weer op sommige plekken van begin af aan opbouwen. Ja, ik vind dat inderdaad wel een hele interessante periode. En je ziet ook dat er mensen zijn die echt opstaan. Die weten wat het is om een tandje bij te zetten. En te accepteren dat de situatie nou eenmaal is zoals het is. En vanuit daaruit verder te bouwen. Ja, dat zijn lessen uit de sport die je meeneemt als persoon. En ik zie veel mensen ook om mij heen die die hetzelfde hebben. Mm-hmm. En om af te sluiten misschien met een compliment. Het was vorige week dinsdag dat de regering zei: ja, over een week dan mag de sport weer beginnen. Nou, ja. We kunnen nu constateren, in een week kunnen we in Rotterdam van alles afsluiten bij verenigingen, weer naar alles open. Ja, nou ja, ja. Zo goed als open. Ja, dat is toch klasse? Ja, dat is fantastisch. Mm-hmm, sterker door strijd wordt ook bij deze stad, hè? Dat heb ik al een paar keer gezegd vandaag. Zo is het. Zeer bedankt, Sven de Lange, wethouder. Dank je wel. Hoi, hoi. Dank je wel, Sven. Hoi.